Burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer bezocht op 26 april de 85-jarige Cornelis en de 88-jarige Lena om hen te feliciteren met hun diamanten bruiloft. Na 60 jaar huwelijk zijn de twee nog steeds gek op elkaar. Verliefd is anders als vroeger, hè? Verliefdheid vroeger was anders als nu. Maar nu respecteren we elkaar. We hebben nooit geen ruzie en we maken geen ruzie. We hebben wel een meningsverschil, maar dat leg je dan weer bij, hè? Ga je gewoon weer door. Anders hou je het geen 60 jaar vol, hè? Hoe hebben jullie elkaar nou eigenlijk ontmoet? Nou, dat is heel even... Dat is een heel lang verhaal, hoor. Helemaal het ding is, want het was in de oorlog, 1942. Ik zat op catechisatie. En toen kwamen hun ook op catechisatie. En daar heb ik haar ontmoet. En was het ook meteen liefde op het eerste gezicht? Ja, want het was vechten voor me. Want ik had nog een zuster. We gingen samen naar de catechisatie. En als we dan van huis af gingen, dan zei hij, je gaat nou niet eens naast hem lopen. Hè? Nou wil ik. Maar hij draaide net zo lang als hij toch met mij was. Wat maakt hem eigenlijk zo bijzonder dat jullie na 60 jaar nog steeds bij elkaar zijn? Nou, een hele lieve man. En een hardwerkend mens altijd geweest. Allebei. Wij ook. Ik ook. En nu zijn we samen. En we doen nog alles samen. En we maken geen ruzie. En is het andersom ook zo? Precies hetzelfde. Dat heb ik al gezegd. Nee, wij houden nog vreselijk van elkaar. En we laten elkaar niet vallen. Want we hebben, toen we trouwden, hebben we een belofte gedaan. Tot aan de dood zal we trouw zijn met elkaar. En dat doen we. Het is geven en nemen in huwelijk. Het is niet allemaal... Het gaat niet over rozen. Nee, het is geven en nemen. En als je elkaar daarover eens bent... Ik zeg altijd geven en nemen, maar ik neem het meest. Ja, toch? Dat is ook wel. Ja, ik ga er geen kom op. Hè. Nee, maar... Het is nee, we als, maken geen nabel. Maar kijk, er zijn twee verschillende mensen. Ja. Dat zou eentonig worden als je allebei hetzelfde was, ja. Hè? Ja, toch? Nee. Nee, maar als je dat overeenkomt met elkaar, dan help je elkaar. In broedertijden en in goede tijden.